U kent natuurlijk de Nieuwstraatkwartier als uw broekzak. Heeft u veel signalen gehad van de inwoners daar over hoge energienota's? Jazeker. Er zijn mensen die van 2 naar 600 gaan, van 3 naar 900 gaan. Maar ik wil ook positieve kanten even schetsen, wat misschien ook wel het toekomstperspectief is. Witwoeterstraat en een deel van de Gravenstraat, daar zijn nu energie-neutrale sociale huurwoningen gebouwd, waarin mijn buren, mijn buurtgenoten, voor 15 euro op dit moment gas- en energielasten hebben. Dus dat is ook een precies voorbeeld van hoe we het in Nederland kunnen oplossen. Wij zitten nu met z'n allemaal, dankzij Mark Rutte, te schreeuwen op het moment dat er weer een nieuwe crisis is. Maar niemand heeft het over hoe we het probleem kunnen oplossen. We kunnen het 200 miljoen bijvoorbeeld, wat wij voor Excel willen besteden, besteden voor de sociale huurwoning. En daarmee kunnen wij sociale huurwoningen in Almelo energie neutraal maken. Dat is de oplossing. We moeten niet continu geld geven op het moment dat het te moeilijk wordt. We moeten niet korte termijn oplossingen bedenken. Maar we moeten oplossingen bedenken wat in de toekomst, komende 10 jaar... echt voor de 50 jaar dekken. Ja, er zijn problemen in mijn geboortewijk en mijn woonwijk, maar er zijn ook heel mooie voorbeelden van oplossingen en we moeten oplossingsgericht te werk gaan. Kijk, huizen die zijn gesloopt in mijn wijk, die waren van 1927. Je kan hoog laag springen, maar je kan huizen van 1927 niet volgens de wet en regelgeving van nu verduurzamen. Dus dan moet je alle sociale huurwoningen van net na de Tweede Wereldoorlog en daar beneden, klinkt misschien moeilijk, maar slopen. Die andere huizen, die huizen zijn niet te verduurzamen. Er zijn onderzoeken dat de huizen tot jaren 60, 70 misschien nog met een klein beetje moeite verduurzaamd kunnen worden. Maar alles voor jaren 60 moeten we slopen en duurzaam bouwen. En we hebben geld genoeg. We zijn een van de rijkste landen ter wereld. We hebben vandaag met z'n allen weer gezien, op het moment dat het nodig is, kunnen we miljarden uittrekken. Ons staatsschuld is op dit moment maar 44%. Italië bijvoorbeeld zit op 300%. We kunnen met een paar tientallen miljarden, het klinkt misschien hard, maar kunnen we een toekomstperspectief zetten voor en rijk en arm. En dan zijn we voor de komende 50 jaar gedekt. Halen we de Parijsakkoorden, verduurzamen we, maar dan gaat ook onderkant van de samenleving directe effecten merken. In mijn wijk zijn er 45 huizen gesloopt. En dat was een traject wat 1 of 2 jaar daarvoor werd opgezet. Woningstichtingen hebben genoeg aanbod in Almelo. Ze kunnen tijdig mensen heel goed onderbrengen. Dus als je continu met 50 à 100 aanpakt per woningstichting, dan is er genoeg ruimte in Almelo om die mensen te huisvesten. Tijdelijk te huisvesten. Ik heb tot nu toe nooit iemand gehoord die daar last van had, omdat het kwaliteit en economische middelen er gewoon goed op vooruit gaan. Niemand heeft er last van gehad. Ik heb tot nu toe niemand gehoord die zei, oh, wat vind ik het erg dat ik 2 jaar even elders uitgewerkt moest worden en ik betaal nu maar 15 euro, terwijl die 900 euro had moeten betalen. Die hebben sowieso geen gas meer, dus dat geldt niet. Ze hebben zonnepanelen, ze hebben warm en koud wateropslag. Het enige wat ze nu dan ongeveer moeten betalen is gemiddeld 50 euro. Ze zitten nu op variabel omdat er geen vaste tarieven meer mogelijk zijn. Maar een van mijn buren heeft het berekend. Het zit ongeveer op 50 euro.